Jan de Schutter werd geboren in het Kempische Herentals en kwam later in Leuven terecht om er readaptatiewetenschappen te studeren. Daarmee hielp hij jongeren hun weg te vinden in de maatschappij. Maar Jan bewandelde al snel nieuwe paden. Zo kwam hij in de kunstensector terecht, waar hij onder andere pornografische kantkloswerken maakte. En hij startte samen met enkele vrienden het videoproductiehuisje French Aid op. Met die bende ongeregeld maakte hij zijn korte docu Joie de Vivre, een portret van een kunstenares die het eeuwige leven lijkt te bezitten. Ik kwam Ludger de Meijer tegen op een rommelmarkt in Antwerpen. Ze was zoekende naar onderdelen voor een volgend kunstwerk. Ludgert, die is 93 jaar, keramiste bij de G58 en ze gaat bewust solitair door dit leven. Met kunst om geld lijkt ze niet echt bezig te zijn. Haar leeftijd van 93 die veruit een soort souplesse, een joie de vivre. Maar het is vooral haar attitude van hoe ze naar de dingen kijkt, de verwondering voor de kleuren van een babypop, de diepgang van een koffiemachine. En het is vooral dat Ludgert tot een lichtend voorbeeld maakt voor kunstenaars als mezelf. En vooral ook een geruststelling van, ja, daarom doen we dit. Goeie. Hallo. Was nog wat aan het frutselen? Goedemiddag. Dag, mijn moeder, zeg. Ah, ja. Alles goed? Ja, en met u? Nu jij kwam en mijn kot wat opgerommeld, zeker die tafel. Dat is hier ook mijn atelier. Hè. Dus die tafel ligt dan helemaal vol en dan heb ik juist een klein plaatsje voor het eten. En de rest is allemaal vol van allerhande dingen waar ik mee bezig ben. Ik ben eigenlijk altijd bezig. Bij de koffietafel al. Mijn Cécile, die moet werken voor mij. Hè. Je hebt altijd iets anders. Je weet nooit wat je gaat hebben, hè? En kijk wat dat geworden is. Dat is veel mee te doen, hè? Dat kunnen niet nadoen, zoiets, hè? Je hebt geen strak schema, maar gevoel dat wat je... Ja, ik zou zeggen, geen vaste plannen maken. Kijken wat er in het leven komt. En u daaraan aanpassen. Niet zo dat. Ja, kijken hoe avontuurlijk dat elke dag is en daaraan aanpassen. Niet te veel volgens uw verstand werken. Eerder volgens toevalligheden. Volgens geen dat binnenkomt. Gewaaid zou ik zeggen, ja. En was dat vroeger ook zo? Of... Nee, ik denk dat dat altijd in mij zat, maar dat ik dat nooit niet echt heb kunnen uitleven omdat je onder dwang bent. Ja. Je moet die bestelling af hebben, je hebt dat beloofd. En je moet zien dat je rekeningen kunt betalen. Hè. Uh-huh. En dat was niet altijd gemakkelijk. Nee, ik weet het goed. Nee. Hier heeft die gast die broek gedragen heeft, alles gedaan voor mij. Hè? Goed in de zon gelopen en de vrouw zit genoeg gewassen, dat ik dat er kon van maken. Hè? Uw broek zou ik ook al kunnen gebruiken. Ik heb ze vandaag nog nodig. En dat je die dan toch weer kunt omtoveren tot iets, ja, totaal anders, hè, wat dat ze eigenlijk niet voor gemaakt is, hè, ja, voor zo'n ding. Dit is een beeldje wat ik gevonden heb, gewoon op de vrijdagmarkt op de grond. En dat intrigeerde mij, maar hij was helemaal polychroom. Niemand echter waarde aan. En dan
heb ik hem wit geverfd. En met hem wit te maken, zag ik dat hij mysterieus, dat hij meer zijn eigenheid kreeg. Hier zijn die beeldjes, allemaal ingekleurd, allemaal lelijke kleuren, allemaal ordinair, eigenlijk vuilbakkengoed. En je kunt ze allemaal metamorfoseren met ze wit te maken en ze soberder te maken. Ik zou niks kunnen maken met iemand rond mij. Je kunt jezelf niet goed zijn als er iemand rond u loopt. Als ik echt wil naar mezelf gaan, moet ik alleen zijn. Zelfs als ik die houdt mij te maken. Maar dat gaat veel beter als er niemand naar mij kijkt, als ik daar helemaal alleen mee ben. Dan speel ik echt en dan ben ik bij mezelf. Zo. Ja. En nu tegenwoordig, je leeft solitair, maar zo echt niemand in uw leven dat je denkt van, dat is ook wel graag bij zijn. Al is maar één dag in de week of zo. Die bij mij wilt zijn. Ja, of jij bij die persoon of zo. Dan kun je toch niet constant uitsluiten. Voor een hele dag niet meer. Maar het is moeilijk soms omdat je soms serieus zitten hebt, hè, dat je verbeelding je parten speelt en om er tegenop te botsen, ermee samen te leven met je seksualiteit. Want ik denk dat dat bij mij niet van de minste was. Hè, die drang naar seks en die dingen. Maar ja, je leert het onder controle te houden en niet toe te laten en zo, en geen voedsel te geven en zo, want ik leefde dan toch solitair, hè. Maar je bent vroeger toch getrouwd geweest? Ja, je denkt er niet aan, je doet gewoon mee met wat dat er allemaal aan volgen is, hè. Dus je wordt groot, je moet een jongen leren kennen en je moet trouwen en ja, al die regels volgen en die gewoontes volgen, ja. Omdat je niet verder nadenkt. Ik zou nu niet meer trouwen. Mij kennende, meer kennende, ben ik niet gemaakt voor te trouwen. Nee, ik ben een solitair. Ja, en ik had moeten solitair blijven ook. Ik denk ik zal alleen doodgaan. Ik zal er niemand bij zijn. En dat schrikt mij helemaal niet af. Nee. Natuurlijk, ik weet niet welke problemen dat er kunnen komen, hè? Maar nee, het schrikt mij niet af, nee. Ik denk dat dat zo zal zijn. Ik laat het zo over mij komen, hè. Ik denk dat ik het alleen kan, maar ik weet het natuurlijk niet.